vanavond thuis, blijkt natuurlijk ook allemaal weer kijkt. En hier in de zaal natuurlijk hartelijk welkom. Wij nemen dit programma op, dat kun je thuis, we zal het u verder misschien een worst zijn, maar we nemen dit programma altijd op in Studio 1. Dit is Studio 1, hè, waar we zitten hier, Studio 1. Daar worden elke dag weer andere programma's opgenomen. Als ik nou vanavond hier klaar ben, dan komt er vannacht komt er gelijk een hele ploeg jongens in, die gaan de hele decor gaan ze afbreken, je weet niet wat je ziet, in één nacht. En dan gaan ze gelijk morgenochtend weer opbouwen voor de surprise. Morgenavond staat Henny hier weer. En de volgende dag staat Ron hier weer. Dus dan gaat het continu door. De postcode loterij, Rad van Fortuinen. Dus u kunt nagaan, het is altijd een drukke bedoeling hier in de studio. En het is zo leuk als je dan hier de kantine inloopt. Want iedereen is aan het voorbereiden natuurlijk. En daar zitten alle programmamakers, die zitten daar gewoon gezellig te eten met z'n allen. Dat is altijd zo'n leuke sfeer. Vanmiddag ook nog zat bijvoorbeeld Tineke de Nooij samen met Wim Bosboom aan een tafeltje. Tenminste, dat denk ik, want het tafeltje kon je niet meer zien natuurlijk. Misschien zaten ze gewoon tegenover elkaar, dat weet je niet. Want ja, ze nemen nogal wat ruimte in natuurlijk, hè, die twee mensen. Ik heb ze eens een keer samen op een wipplank zitten. Zaten alle twee op de grond. Ik weet ook niet, ik zou ook niet een weddenschap af durven sluiten wie nou het zwaarst is, hoor. Tineke of Bosboom, ik weet niet, hoor. Ik denk Tineke. Ja, ik denk Tineke. Ik heb Tineke een keer hier buiten voor de deur zien staan in een rode jurk. Kwam er een man voorbij, die gooide de twee briefkaarten in. Nee hoor, ik maak flauwekul, want ik vind Tineke veel te aardig. Met Tines zeggen wel, ik vind Tineke zo'n meid, ik vind het zo gezellig. Ik zag de laatste keer dat ik haar zag was in Den Haag bij de première van The Phantom. Zat ze op de hele eerste rij. Ongelooflijk. Ja, nee, ik maak echt niet, maar ik vind... Ja, als komiek moet je wel eens af en toe een grapje maken. Ik vind het leuk, met, zoals ze dan ook het programma opent altijd van... Hallo allemaal. Leuk is dat, hè? Hallo allemaal. Dat roept ze ook 's morgens als ze de dekens openslaat. Hallo allemaal. Maar ik vind af en toe, want het is zo lief mens, maar dan vind ik het zo zielig. We hebben alles aan gedaan om af te vallen, dat weet ik, want ze hebben veel aan gedaan. Laatst hebben ze nog een visdieet gevolgd. Een visdieet, dat is ook iets nieuws. Moet je een maand lang moesten alleen maar vis eten. Nou, ze hebben 3 weken volgehouden, totdat ze door de wangen begon te ademen tussen de meekers. Maar ze hebben alles geprobeerd. Ze hebben zelf de weegschaal hebben ze uit de badkamer weggehaald. Hebben ze voor de ijskast neergezet. Maar ja, als ze erop gestaan, ziet ze de weegschaal niet meer. Dus dat is weinig nut natuurlijk. Wim Bosboom is het wel gelukt om af te vallen. Die is één keer zo verschrikkelijk afgevallen. Die trok 's morgens onderbroek aan, viel die door zijn gulp heen. Nou, dan ben je afgevallen. Maar wat maakt het uit? Het maakt dus uit of je een beetje gezet of een beetje corpulent bent. Over het algemeen zijn het gezellige mensen, dikke mensen. Je moet alleen geen strakke kleding gaan dragen. Je moet een beetje makkelijke kleding maar. Een beetje makkelijk. Zo, Tineke ook, die van de week doe ik een zachte, had ze lekker een telefooncel aangetrokken. Nou, dat zit lekker. Dikke mensen zijn gezellig. Weet je wat ook heel gezellig is? Hele gezellige mannen hebben het, dat vind ik zo'n leuke man. Hoe heet die met die natte neus? Hij had een natte... Martin Gaus. Die zit hier ook regelmatig in de studio, hè? Die komt hier heel regelmatig. Ja, niet alleen. Hij is altijd onder begeleiding. Hij mag niet loslopen, natuurlijk. Dus dat vergeet ik nou iedere keer. Nou, denk ik er weer aan. Jacques Ancona is zo ziek geweest, hè? Ja, volgens mij ben je al zo klein, dan word je nog ziek ook. Nee, maar dan vergeet ik iedere keer om even hartelijk beterschap. Hij ligt thuis, ligt hij nog een beetje bij te komen. Hij heeft een operatie gehad. Ik weet ook niet wat er nou precies ben. Ze hebben zijn gifklieren eruit gehaald, geloof ik. In ieder geval, hij is nu ongevaarlijk meer. Maar ik vind, hij ligt thuis natuurlijk vast. Dus tegen te kijken, en zeggen, Sjaak, van harte beterschap. Misschien is dat leuk als we dat even met z'n allen doen. Hè? Door even met z'n allen zeggen, Sjaak... We hopen dat je weer gauw op het scherm komt. Zullen we het even met z'n allen doen? Tel ik af. Sjaak, we hopen dat je weer gauw op het scherm komt. 1, 2, 3. Sjaak, we hopen dat je weer gauw op het scherm komt. Wat kan u lief... Nee hoor. Nee joh, het is allemaal flauwekul. Sjaak, we menen het echt. We hopen dat je gauw weer komt. We gaan gauw verder met het volgende onderdeel van het programma. Nu weet ik alleen niet meer wat het volgende onderdeel is. Maar Guus, de regisseur, weet ik. Als u nu even aankondigt, Guus, kun jij het even aankondigen? Ik zal het even doen, ja. Dan gaan we daar nu mee verder. We krijgen nu dan, heren, het is heel leuk. We gaan over naar Loes. En die loopt in Den Bosch ergens. Hallo Loes, hoor je mij? Loes, ga maar lopen. Ja, kom maar. Guusjes. Lekker, lekker, lekker. Guus. Ja. Guus, ik ben daar. Mooi. Ben je bij het huis van de Albert? Van, nee, nee. En ben je Paulien? Ben ik? Ga ik niet aanbellen? Ja, je gaat nu aanbellen. Ja, hè? Lekker fris, leuk, hè? Lekker in dit. Lekker uit. Van die dikke bovenbenen. Ik heb nooit gebouwd. Ik heb elke van door een bovenbenen. Ik heb geen vrouw, maar niet zenuwachtig. Ik zie wel wat er gebeurt. Lekker. Staat er al.
wist dat hij al open was. Zeg maar. Hallo, Loes. Oh, wat leuk om eens te zien. Wat een verrassing. Ja, dat kan ik me voorstellen. Oh, ineens persoonlijk. Kunnen we even binnenkomen? Ja, gezellig. Kom erin. Even naar binnen. Hallo. Oh, dat is, ja, dat is Flip, die doet niks, hè. Doet hij echt met die benen? Hij schrikt ook een beetje. Oh, maar ik vind het altijd eng, want ze gaan zo gauw met die natte neus tussen de benen. Ja, dan gaan ze... Ga maar naar binnen. Leuk dat we nou zijn. Ja, maar kom erin. Persoonlijk houden jullie nou. En dan gewoon niet wat enig tussen de benen. Dank u wel, dank u wel. Hartstikke binnen. Flip, ga maar lekker liggen. Ja, ga maar lekker liggen, Flip. Heet die Flip? Hij heet Flip. Oh, wat schattig. Ja, heren, nou, zitten we dan? Ja. En naast mij zit dus Paulien en hier zit Alma. Oh, mijn Flip is hier. En wij gaan even babbelen. Tuurlijk. Hoe gaat dat nou, dat showtime? Goed wel. Dat zijn dingen, maar ik bedoel, jullie hebben informatie, hoe komen jullie? Nou, we gaan... informatie. Ja, dus echt hoe we het maken iedere week. Ja. Ja, nou, we lezen hier ook een ja, we kijken heel veel televisie. En we doen het niet alleen, we zitten tweeën. Oh, nee, dat is maar daar gaan we even uit natuurlijk. Ja, dus met een heel team lezen we bladen. Ze doen het met z'n tweeën. Vertel eens, wie hebben het hier? Jullie, hoe lang wonen jullie hier nou? Nou, ik woon hier een half jaar, Loes. Oh, zij is daarna al bijgekomen, natuurlijk. Ja. Zeg, vertel eens die... Die bladen, als jullie die lezen, dan moet je natuurlijk informatie hebben over de artiesten zelf ook. Die kennen jullie allemaal persoonlijk. Ja, we bellen op en we gaan een beetje voorzitten praten met mensen. Van wat heb je meegemaakt, wat is je hobby? Heb je ook een hobby, Loes? Ja, natuurlijk. Maar ja, er komt zo weinig van de laatste tijd van mijn hobby. Ik heb druk, hè, natuurlijk. Wat is je hobby dan? Nou, ik vind het zo leuk dat jullie ontmoet. Ik heb namelijk iets van jullie meegenomen. Want ja, je ziet het natuurlijk. Jullie zijn natuurlijk voor elkaar op de wereld. En ja, het zal er toch een keer van komen natuurlijk. Dus, want je ziet het in jouw ogen, zie je het ook in het scherm. Ik denk, nou, dat kan niet lang meer duren. Dus die items tussendoor worden steeds langer. Ja, dat werkt heel goed. Dus ik heb vast wel voor de toekomst, maar toch wel in de nabije toekomst, dat jullie leuk... Dat is een heel leuk papiertje. Dat je dat vast hebt natuurlijk, hè. Mag ik wel open, hoor. Ja, het kan open. Denk je dat ik het doe? Wat leuk, Loes. Leuk, hè? Voor wat er komt uiteindelijk van dat seizoen. Dus hier weer de toekomst, hoop ik toch? Hè? Want ik bedoel, ik ben toch degene die uiteindelijk dat 9 maanden toch? Ja, natuurlijk, maar hij moet ervoor zorgen natuurlijk. Nee. Maar we gaan dat trouwen. Maar jullie hebben helemaal niks met elkaar. Nee, sorry. Oh. Dus ja, het is hartstikke lief. U heeft verder maar... ook geen vriendin? Nee, ik heb geen vriendin, Loes. Ach, wat erg voor u. Ja, dat is ook, godsjaar. Zal ik even koffie gaan halen of zo? Koffie heeft u, haalt u weer, dan praat ik van rustig. Ja, doe dat. Oké. Okay. Doet u maar rustig aan met de koffie, hoor. Dat kan allemaal, hoor. Ja, maar je dat u helemaal niemand u hebt is. Het komt er gewoon van. Van uw blond. Nee, ja, blond vind ik, want ze heeft een mooie kleur haren. Ja, Loes. Hè? Hij valt op blond. Ja. Geen contact meer. Hallo op de bos. Ik ben allemaal vreselijk benieuwd. Maar hoe u nou verder woont hier. Nou, dat is niet... Hier toch ook... Dat hoeven we... Slapen of zo? Ja. Dat vraag je... Ja, ik slaap hier wel. Ja. Maar... Ik heb net een nieuw bed. Zouden wij even mogen kijken hoe u slaapt? Dat is nee, dat hoeft niet af te afronden. Het is ontzettend. Zeg, wij gaan er even een doelpunt afronden nu. Het is, ja, het is natuurlijk, maar ja, het is informatie. Hè. Ja, het is wel infotainment. Ja, u ging diep tegen de ochtend. Ja, terug. Ja, sorry. Dat doet u sneller. Ja, moet de melk en suiker in dan? Ja, veel melk en veel suiker. Ja, dankjewel. Oké. Zo, kijk eens. Ja, heel lekker. Nee, maar ik heb net een... Ik heb een heel bijzonder bed gekocht. Zouden we even kunnen kijken, want dat vinden de kijkers ook interessant. Leggen we dit even op de bank en dan... Ja! Er is wel een beetje een troep boven. Oh, dat geeft niet. Ja, ik zit nog midden. Een dakraam moet nog ingebouwd en zo. Ja, wat interessant. Dus, ja? Nou, hallo. Ja, ach, ja. Nee. Terug, hallo, Loes. Iemand klikt. Loes. Dan klikt. Loes, hallo, copyright. Hier slaap ik. Hier slaap ik.
En het is een waterbed. Kijk, het is een stuk los. Ja, ik ga er even liggen, dat is toch beter. Ja. Oh, Luciana, dat. Nou, is het kijken. Ja, ga. Daar heb ik een verrassing. Er ligt naast je, ligt een apparaatje. Ja, dat moet ik even pakken. Er ligt een apparaat naast het bed. Ja? Nou, dan druk je zo dat knopje. Ja, en dan. Loes! Ja, ik weet ook niet wat ik zeggen moet. Het gebeurt allemaal. Je ziet het ook gebeuren. Schande! Het is een grote schande! Hier past nog maar één ding. Het Volendams Operakkoor onder leiding van majoor G. Boshart. Nu. Thank you.
Een beest! Wat een beest! Dat zal wees wel, hè. Ja. Durf je je nog te vertonen? Het is een schande wat ik hier allemaal heb zien gebeuren. Ik stuur je op weg voor een leuk, gezellig interviewtje. Je gaat er een keer als een derail. Als een derail ben je met je man bezig. Dan moet je ouders er altijd van denken, die zitten er ook te kijken. Ik lach zo en ik lach. Tijd voor de lach, meneer Luxemburg. Ik pak het al, ik doe het allemaal zelf. Helemaal niet gevaar. Ik kom, laat jouw handen niet meer aan mijn spullen zitten. Ik weet het niet meer, Guus. Hallo Luxemburg, de reclames kunnen erin. Het regent buiten dat het giet, oh het houdt niet op met hozen. Ik kom hier net als elke week weer even wat vertellen. En als u wilt kunt u bij mij ook pizza's bestellen. Pizza, pizza, wow. Pizza, pizza, pizza. Even wachten. Pizza! Ja, dat is er wel weer, hè. Ik zag weer leerbrand, ik denk ik ga weer kijken. Kwijt. Ik heb het u als verteld, ik heb toch vorige keer ook verteld in die week tafel. Ik ben toch ook krantenbezorger geweest, hè? Ja, nou, zo'n pizza is natuurlijk veel makkelijker. Nou, de krant is eigenlijk makkelijk, die duw je zo door zijn brievenbus. Maar eer zo'n pizza door zijn brievenbus gestort. Maar dat even wachten, het wordt echt een raas in Nederland. Hè? Dat verwacht je ook niet, ik zeg gewoon even wachten. Iedereen roept, ga even wachten. Overal. Ik hoorde van de week nog op CNN, hadden ze zo'n, hoe heet dat? Dat ze zo'n ding in de lucht, de Space Shuttle. Space Shuttle. Hoorde ik het ook? 5, 4, 3, 2, even wachten. Ik krijg het overal uit te zien, hè. God, maar ik word populair, joh. Ik word ook gevraagd voor allerlei dingen, voor winkelopeningen, weet je wel, winkelopeningen. Winkelsluitingen ook natuurlijk. Ze hebben ook voor de televisie hebben ze me gevraagd, voor zo'n voor de televisie, voor de reclamespotje, weet je wel. Daar kan je bekend mee worden, hoor. Met zo'n reclamespotje. Heb ik dus een reclamespotje gemaakt voor aanbijenzalf. Nou, dus één keer uitgezonden, één keer. Volgende dag, ik werd door zeker 100 mensen herkend. Kun je nagaan als ze ook mijn gezicht in beeld hadden genomen, hoeveel mensen... Ik kom gisteren mijn vriend Jaap, ik heb ook vrienden, kom ik mijn vriend Jaap tegen. Ik zeg, hé Joppio. Ik zeg, ja Joppio, dat is normaal. Vroeger zei hij, ja, Joppio. Ik zeg, hoe gaat het? Hij is zo waardeloos. Ik zeg, gaat het niet goed? Nee, gaat helemaal niet goed. Hij zegt, iedere keer als we van vakantie terugkomen, is mijn vrouw in verwachting. 2 jaar geleden kwam ze uit Oostenrijk, was ze in verwachting. Vorig jaar komt ze uit Spanje, is ze weer in verwachting. Hij zei, maar nou is het afgelopen, dit jaar gaan we samen op vakantie. Nee, dat gaat natuurlijk, hè. Nee, maar ik bezorg me echt wezenloos op het moment. Ik heb eigenlijk niet eens tijd om met u te praten. Ik moet zo weer verder ook, hè. Want net moest ik bezorgen op een heel chic feest, hè. Overal gaan ze nou ineens pizza's eten, hè. Er komt een heel chic feest allemaal. En die gastvrouw, die doet open, weet je wel. Die doet open, maar die had een heel laag... dat het heel laag was, hè. Hallo, weet je. Heel laag. Ja, ze zeggen, vindt u mijn decolleté te laag? Ik zeg, nou, ik weet niet. Ik zeg, heb u borsthaar, hè? Ze zegt, nee, ik heb geen borsthaar. Ik zeg, dan is die wel iets te laag. Ik heb nou zo'n geweldige reclame-stunt heb ik bedacht, hè, om de verkoop van de pizza's te stimuleren. Hè. Kijk, een pizza is natuurlijk een Italiaanse uitvinding, dat weet u ook wel. Hè. Ze hebben niet veel uitgevonden, die Italianen, maar die pizza is van hun. Hè. En dan hebben ze mij dus gevraagd om reclame te maken. Heb ik zo bedacht, ik denk, weet je wat ik doe? Ik verkleed me helemaal als Pavarotti.
Pavarotti, dat is toch die bekende operazanger, weet je wel? Die enorme operazanger. Dat heb ik dus heel pak laten maken. Nou, ik lijk sprekend. Je weet niet wat je ziet. Dus ja, die Pavarotti is eigenlijk dus een kind van gescheiden ouders. Weet u dat? Die is, ja, zijn ouders waren gescheiden, ja. Hij gaat nog wel af en toe naar zijn moeder, maar naar zijn Pavarotti, hè. Dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Maar goed, dan gaat het nou niet op. Ik doe even de pad, dat is leuk. Ik doe even de pak aan. En dan kom ik terug en dan doen we het. Dan laat ik die Pavarotti, zing ik dat pizza lied als Pavarotti. Dus we gaan er natuurlijk. Hè. Doe ik even pak, als u dan even lala lijkt met z'n allen. Dan komt zo Pavarotti. Zelf haast elke dag gerust een pizza of 10. En als u naar mijn voorkant kijkt, is dat ook wel te zien. Pizza! Pizza! Oh. Pizza! 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 Un momento! Pizza! Die pizza's hier in Holland zijn veel te klein. Dan moeten ze door de midden. En wel een meter zijn. Ik vind de pizza's lekker. Ik vind pizza's reuze fijn. Wat zou het zonde wezen als er geen pizza's zouden zijn? Pizza! Pizza! Oeh, pizza! 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 Un momento! Ancora un momento! Pizza! Pizza! Oeh, pizza! 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 Un momento! Ancora un momento! Een moment ook nog. Pizza! Ja! Maar kijk uit. Ja, gaat ie. Pizza! Oké, beeld uit. Weg, pizza man. Weg, pizza man! Nou, dan word ik in ieder geval weer een beetje vrolijk van. Gelukkig. Zorgt in ieder geval weer een beetje stemming. Ja. Dan is het nu tijd voor het ei van Columbus. Is Ko er ook? Jij is ook. Oké, attentie, camera, iedereen. Op de vloer, allemaal klaar voor dat. Nee, ik doe het allemaal zelf wel, Loes. Ik doe het allemaal zelf wel, ja. Ik kan het alleen ook. Oh. Kom maar. Daar zien we weer, maar terug. Iets te kleine schoentjes, goed. Daar zien we weer, maar een nieuwe aflevering van het E van Columbus. We hebben weer prachtige uitvindingen voor u gevonden. En natuurlijk hebben we ook weer een zeer deskundige jury. In ieder geval de ene helft. En hier is de beginner Frits Bom. Frits, geweldig dat je iedere keer toch weer komt. Er weer en vindt het ongelooflijk. En natuurlijk, zo zit ze weer van de Spaarlamp bij de VU Show. Vier geweldig. Ja, we gaan gelijk maar beginnen. Leek mij het beste, waarom niet? Maar zullen we op wachten. De eerste uitvinding, en dat is van de heer E.W. Borkent. En hij komt uit Hengelo, dames en heren. Ach, kijk, nou nog even, dan komen de oliebollen alweer, hè. U bent misschien een beetje vroeg met de oliebollen, met het is oudejaar. Het is oudejaar, het is 12 uur geweest. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Geef elkaar een hand.
komt, jongens. Van harte, Frits ook. Hè. De allerbeste. Hopen dat het beter met je gaat. Hè, voor ik daar, hè, viool. Geweldig, wat een heerlijk moment. We gaan gewoon door. Hoor. Vuurwerk, laat maar gaan. Hier zijn de oliebollen. Het heb gesneeuwd buiten. Kijk eens even, wat een witte boel. Maar de oliebollen die hebben iets te maken met mijn uitvinding. Oh. Verkeerd, gewoon weer, verkeerd ingelicht. Ze hebben iets met de uitvinding te maken. Ja. Kunt u ons daar iets meer over vertellen? Ja, dank u bij de spoorwegen. U ziet er een beetje uit als een spoor. Het is namelijk zo dat ik de machine heb meegebracht. Wie heb je meegebracht? De machine, welke de oliebollen volautomaat. De oliebollen volautomaat? Ja. Wat is een oliebollen volautomaat? Dat is een machine die een 700 oliebollen per uur kan produceren. 700 oliebollen in een uur? En dan kunnen we opvoeren tot 2100. Zo de eer! 2100 oliebollen, oh, dat hebben ze wel gezien, hè? Dit zijn, die heeft u er al mee gemaakt. En ja, de machine heeft u daar staan, hè? Want ja, daar hebben we de hele dag al plezier van. we kunnen even daar gaan kijken. Lopen jullie mee? Want ik heb ook gelezen. Ja, het is daar aan de zijkant. Voorzichtig, Frits. Gaat het viool? Even hier trappetje, dat is een linktrappetje, hoor. Kijk even uit. Oh, ik help je wel, viool. Oeh, daar gaat hij al. Ja. Moet ik Frits hebben? Oh, Frits hoef ik niet te hebben. Oké, dan gaan we even naar de oliebolmachine. Oh, daar staat hij, zeg. Zo, dat is een flink apparaat wat u hier hebt staan, hè. Ongelooflijk, zeg. Gaat u hier, loopt u even door daar. Dan kunnen we even hier dichterbij. Komt erbij, jongens, want dat is interessant. Oh, daar liggen ze al te spetteren, zeg. Dat is een geweldige uitvinding, hè. Nou, fantastisch. Is dat ongelooflijk. En hoe werkt dat nou? Wat is een hele professionele handel? Nou, dit is een machine die dus hier het deeg, hier vul je het met deeg. Ja. Hier vallen ze in. En naarmate het bakproces vordert, gaan ze dus automatisch, worden ze doorgevoerd. Ongelooflijk. Aan die zijde. Daar gaat het deeg erin, maakt een balletje, gaat er doorheen en daar vallen ze er weer uit. Hè? Ja. Je hoeft alleen maar poeiersuiker op te doen, meer heb je niet nodig. Daar is hij weer. Het kan het maar. Hier komt dat niet meer in. Mijn hele smaak is weg. Interessant, viool. Heb je wat te vragen dan? Kan het ook voor appelflappen? Nee, dat kan niet. Hij is uitsluitend voor oliebollen. Ja. Maar pas de lijn, op zich, de baklijn, kan je dus wel gebruiken voor appelflappen. De baklijn? Ja, maar dan gaat de dosering richting eraf. Oh, dus het kan ook voor appelflappen? Ja. Oh, dan hang ik hem weer op. Kan ook voor appelflappen. Nog een volgende keer beter, Nee, maar dat past toch helemaal niet in de normale keuken, hoor? Dat gaat niet, hè? Nee, het is ook niet voor de normale keuken bedoeld. Nee. Het is dus zuiver bedoeld voor de wat grotere productiebedrijven die zich met name specialiseren op de bakken van oliebollen. Ja. Maar zijn ze net zo lekker als zelfgemaakte... Nou, dat wil ik u graag even. Ja, nee, even, Frits. Hou je van oliebollen, Frits? Ja, ik heb oliebollen. Ik moet u zeggen, we hebben nu een aantal uitvindingen gezien in de hele periode. En er is nu voor het eerst dat ik zeg, nou, dit is echt serieus. Dit is echt een ongelooflijk leuke uitvinding. Ja, maar ik vraag me af, wat zijn de kosten? Iemand die een oliebol verkoopt? De oliebollen kunnen dus in dit apparaat geproduceerd ook de totale kostprijs iets drukken. Omdat men grotere partijen kan produceren. Heb je ook al supermarkten daarvoor gevonden die dat willen afnemen? Nee, daar ga ik dus nu wel mee bezig. Om de supermarkten, warenhuizen en dat soort zaken te benaderen. Toch denk je, want je koopt die oliebollen in supermarkten. Is dit nou echt het eerste apparaat dat het automatisch produceert? Ja, dit is absoluut het eerste apparaat. Ja. Ja. Het is knap, het is echt leuk. Alles al. We lopen weer terug naar de ding, want ik ga de volgende uitvinding voor u aankondigen. Niet automatisch, we zien u zo bij de uitslag van de jury. Dank u. Nou, de volgende uitvinding, dames en heren, die komt van de heer Smeets. Een luchtig bolletje. Gewoon van de heer Smeets. En die komt uit Reuven. We gaan vragen waar dat ligt. De heer Smeets uit Reuven, dames en heren. Zo, zijn dat was hier gewoon. Kom maar, dat was hier gewoon zitten, hè. We zijn weer terug. Ja, dat bent u al. Meneer Smeets, kom ik even wezen aan, gezellig. Haha, lekker, hè, zijn de oliebollen, hè. Ze smaken als een trein, hè. Toch? Ik wil even vragen. U heeft ook een prachtige uitvinding, natuurlijk, hè. Lekker, die oliebolletjes. U heeft ook een prachtige uitvinding. Wat heeft u precies uitgevonden, meneer Smeets? Ik heb de waar ligt dus haar, waar ligt Ruver, eigenlijk? Ruver bij Venlo. Tussen Venlo en Roermond. Oh! In Limburg. Ja. 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 Ja, ja, natuurlijk. Ik vraag het voor hem. Ik wist het wel. Frits vroeg mij wellicht dan. U heeft een prachtige. U bent uitvinder van beroep of bent u wat anders? Ik ben freelance uitvinder. Freelance?
Vrij lang? Vrij lang. Vrij lang even, maar dat is uw beroep ook? Nee, dat is niet mijn beroep. Nee, nee. Wat ben u dan? Ik werk in een gewoon een bedrijf in Limburg als productiemedewerker. Oh, nou, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja, dat is in orde. In orde. Welk bedrijf werk u dan? Dat mag ik toch niet zeggen? Tuurlijk, we knippen alles eruit. Natuurlijk wel. Kan je gewoon zeggen, hoor. Ja, dit is een rooster- en traptredenbedrijf. Een rooster- en traptredenbedrijf? Dat is een mooi woord voor de scheppel, hè? Ja, ja. Drie keer horen. Een rooster- en traptredenbedrijf. Oh, mooi. Maar u heeft iets heel anders uitgevonden. Wat heeft u precies uitgevonden? Ik heb de garantie wakkerwekker uitgevonden. We gaan even opnieuw, hoor. Wat heeft u uitgevonden? Ik heb de garantie wakkerwekker uitgevonden. De garantie wakkerwekker? Wat is een garantie? Die is garantie dat je wakker wordt. Die is gegarandeerd dat je wakker wordt. Oh, dat is hem. Dat is hem. Oh, ik wil even kijken, wat is een gigantisch apparaat. Ja, dat is. Jongen, jongen, dat hebben we helemaal zelf ontworpen. Ja, ja, ja. Alles zit erop en eraan. Hoe gaat het ongeveer in zijn werk? Hier is een wekkertje, zie ik. Ja, dat wekkertje. Ja, u kan dat die kant misschien beter laten zien. Dat wekkertje loopt af. Ja. En als een wekkertje afloopt, dan druk je die normaal uit. Dat doe je normaal. Dat doe je normaal. Ja, ja. Of je gooit hem tegen de muur aan, maar je in ieder geval. Dat kan ook. Je zorgt dat hij ermee ophoudt. Ja. Ja. Nou, dan druk je op die knop, dan valt er een gewichtje. Hier op dat hefboompje, hier daar. Een gewichtje? Daar. Waar valt een gewichtje? Oh, dat balletje. Die prikt dat blonnetje stuk, dan valt dat gewichtje daar op. Op dat hefwipje ding. Hefwipje ding. Dan rolt dat balletje naar onder en die. Wip dat dingetje weg, hier, daar, daar. Oh, je houdt wel van wippen, hoor. Ja. En dat gewichtje valt dan naar onder en dan prikt hij dat ballonnetje stuk. En dan, en daar zit water in. En dan word je hartstikke wakker. En heeft u, heeft u het zelf wel eens zien werken? Ik heb het bij mijn partner uitgeprobeerd en dat werkte prima. Ja, en daar ben u nog steeds mee? Ja. Nou, we gaan het eens uittesten. We hebben daar natuurlijk iemand voor gevonden, vrijwilliger, Frits. Ja. Je even hier gaan liggen, even voor de galale moeder. Fritsie moet zijn bedje in. Fritsie moet zijn bedje in. Fritsie moet... Kijk, die is helemaal schoon. Kom maar lekker liggen, Frits. Ga lekker maar in. Ik wil toch eerst nog een paar vragen stellen, hoor, voordat zover is. Nee, maar dan wil je eerst weten hoe het werkt. Dan gaan we gewoon vragen stellen. Dat is veel leuker. Kom maar het is de bedoeling dat ik in dat bed ga. Ja, natuurlijk. Maar je wil hier maar uitkleden eerst, natuurlijk. Ja. Dat kan allemaal niet, hoor. Als je gewoon hier gaat liggen, is voldoende. Kunnen wij kijken hoe het werkt, nietwaar? Tadadam. Tadadam. Nou, ik moet u zeggen, ik ben vaak op reis. En een van de meest ellendige dingen is altijd een goede reiswekker. Ja. Waarvan je zeker bent dat je waar ook de wereld op tijd wakker wordt. Belangrijk. Dit lijkt natuurlijk nergens naar. Nou ja, maar het schijnt te werken, hè? Dus we gaan het zien. Hè? Frits, en een beetje hier gaan liggen. Hè? Hier moet je gaan liggen. Hè? Dat je hier dan je zuiver zien liggen. Kan ik op mijn schoenen aan de bed? Ja, wat je wel, je maakt niet uit. Kom maar zo. Ah, kijk nou, wat schattig, hè? Kom, kom. Zeggen dat hij het doet. Hé, hey, hier is uitgetest bij je. Ben je een partner? Oh ja. Oh, ja. Even kijken. Ja, weet je zo nog, Frits? Weet je zo nog, hè? Ja. Oké, we zijn er klaar voor. Nee, nee, ik ben er niet. Ja, we zijn er allemaal klaar voor. Nou, Frits, jij slapen. Dat zien zo, denk je. Frits ondersteboven, hun ogen apart zitten. Nou, we gaan even kijken hoe het dingetje werkt. Hè. Dus hoe laat wil je wakker zijn, Frits? Nou, laat het maar even duren. Even duren. Nee, maar we moeten opschieten natuurlijk. Dus je bent... Even stekkertje. Stekkertje, in de stokpartij. Ik ben heel benieuwd, wel een klein beetje mazzel, dan werkt het helemaal niet. Hè. Dus het wekkertje gaat lopen, jij slaapt. Hè. Frits, je weet van slaap, Frits, je slaapt. De beugel loopt, de schaap met witte voetjes. Die drinkt zijn melk zo zoetjes. Slaap, Frits, je slaapt. De beugel loopt, de schaap. Nou, het is nog net telekids, hè. Nou, dan gaan we de wekker gaan af laten lopen. Hè. Frits, ben je er klaar voor? Jawel. Oké, daar komt hij. Wekker loopt af. U drukt op het hendeltje, moet Frits zeggen, maar die weet niet hoe het werkt natuurlijk. Daar komt hij. Oh,
Geen kopje en geen kopje. Kijk, als je dat riem zit, dan heb je het Strikt waardeloos product. Nou ja, niet. Maar je ziet, maar het werkt wel in ieder geval. Ja. We zagen dit helemaal. Ik heb er geen vragen. Viool, heb jij daar ook nog vragen over? Nou. Of wil je er ook even in? Dat gaan we vullen zo het gietertje nee. weer. Nee, maar hoe lang bent u nou bezig met het zetten van die wekker? Want het is toch veel lastiger? Ja, je moet wel redelijk op tijd naar buiten gaan, ja. Word je nou zonder die ballon? Je moet elke dag nieuwe ballonnen in natuurlijk, hè? Daar moeten ballonnen in, ja. Moet je wel heel veel ballonnen hebben natuurlijk. Ja, maar die hebben wij. Trapfabriek met ballonnen. En ik vind hem ook een beetje groot. Kan die ook kleiner uitgevoerd worden? Hij zou best kleiner uitgevoerd. Zo half of zo misschien. Half, maar dan word je ook half wakker natuurlijk. Ja, dat is misschien wel genoeg. Ja, nou. Ja. Maar je wordt altijd nat wakker. Ik bedoel, dat is ook zo prettig. Je wordt altijd nat wakker, dat is toch niet zo prettig? Nee, maar je bent wel wakker. Goeie hoor. Het is een schitterende uitvinding. Hij werkt en hij doet het. We hebben allemaal gezien, hè? Frits, je bent een gedurig geweest. Hartelijk dank nog aan beide dames en heren. Naar de volgende uitvinding. En de volgende, nee, daar hebben ze alle twee gehad. Dan gaan we de... ik kom even opnieuw op. We hebben een schitterende uitvinding. Ongelooflijk, wat een prachtige uitvinding. En dan gaan we nu gaan over met de prijzen natuurlijk. U heeft gehoord wat de jury ervan vond. Dus we gaan, meneer Oliebolleman, kom u er even heen. U heeft allemaal weer het kastje met het A'tje, het B'tje en het C'tje. Als u denkt van nou, dat vind ik een hele goede uitvinding. Hè? Nou, natuurlijk met die oliebollen allemaal lekker vol zitten, de mix zitten douwen. Maar dat stelt niet mee. Het gaat om het idee van de uitvinding. Het idee van de wakkermaker en het idee van 17.000 oliebollen in een uur. Wat moet je ermee? Wat u daar best wel vindt. Aatje goed, beetje slapen. En C'tje als u zegt van nou, ik vind het helemaal niks. Ga weer voor de oliebollenmachine. Drukt u op het knopje nu. Daar komt ie. Ping. Zo. Zo. Ja, 720 punten alweer voor de oliebollenmachine. Dat is wel. Maar we zijn er nog niet, maar dan gaan we nu kijken voor, het, voor de wakker, waar automatisch een wakker wordt, wekker. Wat u daarvan vindt. Aatje goed, beetje dat u zegt, ik slaap hem. We slapen met een wekker, gaan niet natuurlijk. Maar als u zegt van hij is niks, dan op het C'tje. Dan gaan we het knopje drukken voor de wekker, nu. Wordt weer als een gek gerekend in die computer daarboven. Ding, ding, lekker muziekje allemaal. Tidam. Ja, 495, ja, dat is ja, ik moet zeggen. Je kan het verwachten. Ja. Dus u heeft verloren. We hebben zelfs Frits hebben er tegenaan gegooid, maar het heeft niet geholpen. U heeft toch verloren, maar u krijgt 500 gulden. Mag ik u daarbij hartelijk feliciteren en gaat u verder met uitvinden, want ik vind hem toch heel erg leuk. Dat vind ik ook. En u mag ik hartelijk bedanken, want u heeft ons allemaal van oliebollen voorzien. Ja, en u krijgt nu 1000 gulden. Er zit voor 1500 oliebollen in de zaal, dus altijd nog 500 gulden tekort. Hè? Hartelijk dank voor meedoen. Graag allemaal weer. Nou, dames en heren, dat was het weer. Als u ook een leuke uitvinding heeft, stuur hem even op. Postbus 999-1430 AD in Aalsmeer. Of in Groeimergens neer. We vinden hem wel. Hè. Als u meedoet, u kan het winnen. Frits, hartelijk bedankt. En Viool, ook hartelijk bedankt. Tot volgende week, dames en heren. Goedemorgen. Dan gaan wij verder met de medley, kom nu. Oh, pakken wij lekker lang, want ik heb nog een hele schaal van oliebollen. No. Kom maar met de medley, muziek erbij. Lekker muziek met een oliebolletje. Kom maar lekker muziek met een oliebolletje. Ja. I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I'm as busy as a spider spinning daydreams.
I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on a wing. But I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might as well, it might as well be spring. Crazy, crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you loved me as long as you wondered. And then someday you'll leave me for somebody new. Worry, why do I have myself worried? That my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I saw the harbor light, they only told me we were parting. The same old harbor light that once brought you to me. I watched the harbor lights. How could I help if tears were starting? Goodbye to tender nights beside a silvery sea. Some other harbor lights will steal your love from me. I long to hold you near and kiss you just once more. But you were on the ship and I was on the shore. I know lonely nights, for all the while my heart is whispering. Some other harbor lights will steal your love from me. Dank u wel. Nou, is dat bijna wel verdiend. Bijna, het is alweer afgelopen. Jammer is dat. Maar gaat het nog iedere keer sneller, een uurtje. Ik hoop dat u een leuk uurtje gehad hebt. Hartelijk dank voor het komen. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer. Hè. Volgende week donderdag om 8:30 weer bij RTL 4. Tot dan. Tot ziens. Bedankt. Dank u wel.